In de wereld van. In de wereld van. Games. Zeker, elke dinsdagavond nemen we het met je door het laatste game nieuws. En dat doen wij niet, want wij hebben natuurlijk kenners in de studio, de mannen van de PU. Jawel. Vandaag Tjeerd en Florian. Jojo, goedenavond. Hoe is het leven? Oh, een blikje erbij open gelijk. Lekker. Ik had het thuiskomen hier of zo, weet je. Lekker drankje erbij, eten, dat kan allemaal. Dit voelt goed, hè? En sterker nog, bij mijn moeder krijg ik die niet, hoor. Nee, wij zijn heel gastvrij. Dan willen we ook gelijk even het laatste game nieuws weten, jongens. Ja, laten we beginnen met het nieuws. Over GTA. Ik heb een beetje een déjà vu, maar laten we het over GTA 5 hebben, Jim. Ja, GTA, jongens. Hij is eindelijk uit voor de nieuwe generatie. Hebben jullie hem al? Nee. Nog niet, Rens? Jij bent wel. Jij bent maar wel wacht even, voor de nieuwe generatie. Voor de PS4 en de Xbox One, jawel. Ik heb alleen nog een PlayStation 3. Wat? Ben echt dat gaat prima niet goed met jou. Een GTA 5 die ik nu heb. Slecht. Ja, en je zou ook denken van, goh, wat is er dan eigenlijk nieuw aan die GTA 5? Ja. Zou ik hem moeten halen voor de PlayStation 4, voor de Xbox One? Nou, dat zal ik je vertellen. Er zit namelijk een first person mode in. Ja. Oh, je kunt dus vanuit de ogen van het personage iemand helemaal kapot trappen. Je kunt in helikopters vliegen. Je kunt van alles doen. En dat allemaal in first person mode. En dat is te gek. En het ziet er ook nog eens een keer vetter uit. Maar er is een dingetje. GTA Online, dat is het. Je kunt online met je vrienden dat doen. Je kunt nu met 32 man doen in plaats van 16. Maar er is een klein probleempje. Op het moment dat jij dit jaar, dus in 2014, nog niet online bent geweest, dan kun je je personage die je hebt gemaakt. Heel veel mensen steken daar best wel veel tijd in. Je wilt toch gewoon een beetje zo cool mogelijk of zo lullig mogelijk personage hebben. Die kun je dan niet importeren. En dat is best wel een dingetje. Oh, waarom niet? Foutje. Dus Rockstar die zegt, foutje, gaan we maken zo snel mogelijk, maar nu nog even niet. Dus je kunt nog niet je personage kun je importeren. En dat vind ik wel een fikse fout. Als het is ook heel lullig. Omdat, weet je, stel nou dat je denkt, van, ik wil toch online spelen. Dan moet je dus een nieuwe character aanmaken. En dan straks dan kan je je oude character weer importeren. En dus heb je eigenlijk voor niks gespeeld dan. Weet je, en dus iedereen die is maar nu de singleplayer aan het spelen en de online, weet je, dat laat ze een beetje liggen, totdat het gefixt wordt. Ja, en sowieso is dat online bij Rockstar en bij GTA is een beetje lastig. Ja. Want ze hebben aangekondigd, online kun je samen een bank beroven. Ja. Hoe vet is dat? Ik heb altijd wel eens een keer met jou een bank willen beroven. Geheel wederzijds. Dus, dat kan nog niet. Die game die is voor de PlayStation 3 en voor de Xbox 360 is die al even uit. Mm-hmm. Dus wat gaan we dan doen als we online geen bank kunnen beroven, zeg maar? Dan gaan we in het echt. Dan bellen we elkaar. inderdaad. Dan gaan we naar de raadbank op de hoek. Ja, precies. En dan kunnen ze de tering krijgen. En dan geven ze de schuld aan Rockstar. Nou, die hele heist heette die. Het zit je diep, hè? Nou ja, dat is natuurlijk niet oké. Nee. Maar die heist heette die. Die komen er wel aan. Dat is ook een nieuwtje wat deze week is bekend gemaakt. Die komen er binnenkort aan. Dus in de launch window noemen ze dat heel parmantig, maar uiteindelijk is dat gewoon komt nog steeds niet met launch. Dus er is goed nieuws. GTA is uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One. En maar is er ook slecht nieuws en dat alles kut is. Ander nieuws. Ja, ik ga nog even verder met zeuren. Drive Club, die ligt echt al dikke maand in de winkel. 8 oktober is die uitgekomen. En er is echt ontzettend veel gezuur met het online gedeelte van Drive Club. En nou zou dat online gedeelte een heel groot deel van de game moeten zijn. Ja. En er is nog steeds gezeur. Mensen kunnen nog steeds niet online. Bepaalde features die in die game zitten, die zijn gewoon niet beschikbaar. Het is één groot drama. Hey, maar laten we even, want je hebt het net ook bij GTA. Is het niet zo dat gameontwikkelaars gewoon niet te vroeg zijn op dit moment? Dat een beetje het ding is? Ja, dat ze gewoon... ja, dat is een beetje een discussie. Kijk, je moet je voorstellen, een developer die maakt een game. En dan op een gegeven moment moet die game de deur uit. Ja. En dan moet hij naar de distributeur. En weet ik veel, hij moet gedrukt worden. En tegen de tijd dat hij dan bij ons in de winkels ligt, zijn ze een maand verder. En dus zou je kunnen zeggen van je hebt een maand korter om de game af te maken. Maar in plaats daarvan, de developers die gokken er gewoon op dat iedereen die patch downloadt op de eerste dag. Ja. En dus hebben ze eigenlijk nog een maand langer om die game beter te maken. En daar valt op zich wat voor te zeggen. Aan de andere kant, het lijkt wel een beetje de laatste tijd alsof developers zich daar een beetje op verkijken. Echt van, dit kunnen we nog wel fixen in een maandje. En het wordt dat niet gefixt. Nee. En de druk is natuurlijk ook groter. Hè? Ja. Je hebt van die grote uitgevers die zeggen van, nee maar de fuck, jullie werken maar harder. Want die game die komt op 8 november in de winkel. Maar noem maar eens één developer die het wel echt helemaal voor elkaar heeft. Waarvan je zegt van, dat is een game Blizzard. Die komt dit jaar uit. Dat is het helemaal goed. Blizzard is altijd goed.
En alhoewel, moet ik wel zeggen, dat zeg ik nu wel. Precies, ja, dat maar is ook is niet waar. Maar Warlords of Draenor, dat is een nieuwe aflevering eigenlijk van World of Warcraft. Ja. Ja. Die heeft flinke server issues. Ja. En die game kan er wel goed zijn, maar als je niet online kan spelen, en zeker bij World of Warcraft, dat is echt wel een dingetje. Dan, ja. En het lijkt wel of tegenwoordig een beetje als paddenstoelen uit het gamebos poppen, zeg maar. Al die problemen en wordt er een beetje verdrietig van. Het kutte is ook, is dat, weet je, Sony die zegt ook gewoon... wel een beetje aan het zeiken, hoor. Jongen. Oh, zeker, absoluut. Ja, maar dit mag ook wel een keertje gezegd worden. Nog even één kort nog dan, Florian. Wat wil je nog even zeiken? Kijk, Sony die zegt ook gewoon heel droog van, ja, weet je, het is vervelend dat dit gebeurt en het behoort ook niet te gebeuren. Ja. En als goedmakertje geven ze dan een beetje gratis downloadable content. We gaan een game reviewen. Ja, we gaan het hebben over Little Big Planet. Ja. En laat ik bij het begin beginnen. Little Big Planet is een platform game. Mm-hmm. En het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de oude Mario games. Je loopt echt van links naar rechts door een veld heen. Het grote verschil met dat soort platform games is dat hierin kan je alles customizen. Dus je characters kan je customizen, maar ook de levels zelf. Je kan zelfs levels bouwen ook. Ja. En er zit een hele grote community achter en waarmee je dan levels kan share. Dan kan je het eigenlijk zo moeilijk of makkelijk mogelijk maken als je zelf wil. Als ja, je kan zelf levels ontwerpen. Je hebt gewoon een single player, een story mode, zullen we maar zeggen. En daar zitten al levels in die de developers hebben gemaakt. En die kan je gewoon lekker doorlopen in je eentje of met drie andere mensen. Dus met z'n vier in totaal, dat is heel erg cool. En daarin moet je een beetje samenwerken, maar je kan elkaar ook een beetje fucken. En dat is echt heel grappig. En dat gedeelte van de game is cool, maar dat speel je één of twee keer door en dan is het wel een beetje klaar. En daarna heb je dus de hele community die daarachter zit. Ja. En die maakt dus echt bij het leven worden er levels gemaakt. En het grappige is dat dit is deel 3 die nu uitkomt. Donderdag ligt hij in de winkel voor de PlayStation 3 en voor de PlayStation 4. En alle levels die al zijn gemaakt in deel 1 en deel 2, die zijn acuut speelbaar in deel 3. En dat betekent dat als je die game opzet en je gaat online, dat je al meteen 9 miljoen levels hebt die je kan doorspelen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je nooit klaar bent met die game. En dat is heel erg tof. Ja, en ik vind het tof aan Little Big Planet eigenlijk wel. Kijk, platform games die heb je overal wel. Hè? Je hebt de Rayman, je hebt de Mario's van deze wereld. Zo, dat is lang geleden. Maar Rayman, toch? Nee, dat valt van mij. Je hebt ieder Rayman games. Dat is ook super tof. Ja. Rayman, tegenwoordig vind ik Rayman zelfs beter dan wat hij vroeger was. Echt vette games, ja. Echt heel leuk. Maar het unieke aan Little Big Planet is het stijltje. Ja. Je speelt in feite met gewoon knuffels. En het zijn gemaakt ook van stof. En dat ziet er heel erg grappig uit. En omdat je dus alles zo eigen kunt maken, maak je dus eigenlijk je eigen game. En ik zou zeggen van ja, je moet er wel een beetje tijd voor nemen. En je moet er wel tijd voor hebben ook. Hè? Want anders dan... Maar net als wat Florian zegt, 9 miljoen levels. Dat is huge. Is aardig veel inderdaad. Dat is echt gigantisch. En het toffe is, er zit dus een editor achter in de game. Ja. Zodat je dus daar zelf mee aan de slag kan. En naarmate van leuke filmpjes en zo, laat de game je eigenlijk weten hoe je dat moet bouwen. En het is eigenlijk op een soort van hele leuke manier leer je dus om nou ja, je eigen ideeën in een game te stoppen. En het grappige is dat, weet je, het is zo divers, die editor, dat je hoeft niet echt een platform game te maken. Nee, ik heb shooters gezien. Ik heb strategy games gezien. Ik heb zelfs hele films gezien waarin ik gewoon de controller neerlegde en 10 minuten naar een filmpje zat te kijken. Het is echt geniaal wat de community doet. Is het niet gewoon meer voor jongere kinderen? Nou, de stijl die doet dat een beetje vermoeden inderdaad. Mm-hmm. Maar het speelt heel erg lekker weg, weet je. Het is echt een platform game. En vooral met z'n vieren op de bank is het echt dikke fun. En ik heb het inderdaad alleen een stuk gespeeld. Ik heb het met mijn vriendin een stuk gespeeld. Die vond het geweldig. Ik heb het ook met een paar vrienden van me die echt ook hardcore gamers zijn. Die zeiden ook allemaal van ja, dit is fantastisch, joh. En het leuke is, Florian is enthousiast. En we gaan hem weggeven. Jazeker. Er hoort een vraag bij. Ja, er zitten een paar nieuwe characters in Little Big Planet 3. Ja. En ik wil... Dat hoofdpersonage heet trouwens Sackboy. Ja, het hoofdpersonage heet Sackboy. Zakman. En je hebt nu drie nieuwe en ik wil graag weten hoe die characters heten. Alle drie? Ja. Zo, dus nog één keer de vraag. Hoe heten de drie nieuwe characters in Little Big Planet 3? Rick. Ja. Hoe heten die? Otsok, Toggle en Swoop. Ja! Rustig, jongens. Hoezo? Dat is hartstikke goed. Hij heeft gewonnen, man. Ja, dit is echt een weergeloos moment. Top. Rick, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen. Je wint de game, man. Super. En mannen, wij spreken jullie volgende week weer. Jazeker. Ja.